zijn we weer. Vanuit een winderig weiland, Renswoude, met allemaal woest enthousiaste honden. Ik laat ze even allemaal aan jullie zien. Vooral aan de baasjes natuurlijk, om te zien hoe gaat het met ze. En ja hoor. Die is wel 3 keer per dag. Is Bowie in het water te vinden. Nou, Evie, hier ook maar zwemmen. En Ike. Billy. Hoi. Eens kijken wie er nog allemaal meer op de film willen. Dan hebben we Maaike. Hi Maaike. Hoi. Die kunnen het goed samen vinden. Beetje dezelfde types. Oude Dexter. Ben je aan het chansen met zo'n jonge vent? Hij is wel een beetje grijs, maar Jimmy is gewoon nog een jonge vent hoor. Hé hey, Dexter, gaat het goed hè? Ja! Yeah. Kijk eens, kwispelt. En daarachter, even naar Noor. Noor, wil jij nog de groeten thuis doen? Hé? Hey? Wat ben je aan het doen? En daar hebben we Kira. Maar Roos. Roos heeft vriendinnetje, Maaike. Ja. En zo is er altijd voor iedereen wel een vriendje. Thomas. Valt ze hier weer lastig, Thomas? En daar komt Obi aan. Ja, daar komt Obi aan. Hoi. Als het gas 2 kontjes hoog is. Lekker gras, hè? Helemaal vers, biologisch. Uit de Gelderse Vallei. Kijk, maar met z'n allen gaan ze gras eten, hoor. Dus we zien maar, honden zijn echt niet 100% carnivoor. Ik denk dat het vrouwtje zich om jou een beetje zorgen maakt. Zeg eens dat het goed gaat. Het gaat heel goed met Bowie. Past zich zo goed aan. Of niet? Dexter heeft iets ontdekt hoor. Nieuw in de wei. Een verhoging. Een nieuwe composthoop. Ja, zo sta je een stukje hoger, Dexter. Kun je alles goed in de gaten houden. Stel dat je viespeuken. Eten ze konijnenkeutels. Nou ja, denk maar zo. Ze hebben vakantie. Maaike. En er staat nog een hondje, die hebben we nog niet. Lily. Wat ben je aan het doen? Precies op het pad aan het graven, zeker. Gaan we er allemaal invallen, hè? Gaat het goed, Lily? Gaat het goed? Zit je binnen, Buk? Ga niet even lekker mee naar buiten dan. Hé, kom eens. Even knuffel dan, hè. Ja, dan gaat iedereen er zich weer mee te bemoeien, hè. Bowie. Zo kan ik toch niet filmen. Ik moet Buk er even op zetten. Kijk. Dat is Buk, dames en heren. Dit is mijn eigen kleine puppy. Even helpen, hè, Ike. Zeg maar, en nu gaan we naar Polly de Poes. In het kattenhuis, daar hebben we alleen Polly. Polly heeft maar 1 oog. En die is altijd een beetje, kijk. Maar het gaat al een stuk beter, hè, Paul, tussen ons. En ze komt nog niet op schoot, maar ze is helemaal alleen. En dat is eigenlijk misschien wel goed voor haar. Voelt zich helemaal veilig. Alle beesten staan er weer op. Ik hoop dat jullie van genoten hebben. Dank voor het kijken. Doeg!